Welkom bij de uitleg van Waterstof 6 en die heet planteneters, vleeseters en alleseters. En dan gaan we als eerste kijken naar wat we gaan bespreken en dat is uit welke onderdelen een tand bestaat. Want het is namelijk zo dat er tussen planteneters, vleeseters en alleseters een behoorlijk verschil zit tussen tanden. Dus nou ja, dan gaan we ook even kijken hoe een tand eruit ziet. Met name de onderdelen van een tand. En uit welke verschillen er zijn in verteringsstelsel tussen die drie verschillende eters. Dan beginnen we met de tand. En dit is een schematische weergave van een tand. En die bestaat eigenlijk uit twee hoofddelen. Je hebt de kroon en de wortel. Je kunt grofweg zeggen dat de kroon het gedeelte is dat boven het tandvlees uitsteekt. En als ik mijn muis kan vinden, hier is mijn muis. Die steekt boven het tandvlees uit. En waar die tand mee vast zit in de kaak, dat is de wortel. In die wortel, daar zie je dat, dat er een holte zit en dat heet de tandholte. En in die tandholte zitten zenuwen, bloedvaten, want ook een tand leeft en heeft allerlei voedingsstoffen nodig. En er zal ook afvalstoffen geproduceerd worden. Nou, dat wordt gedaan door die tandholte, want daar zitten dus die bloedvaten in. Die loopt hier zo door het tandbeen. Dat zie je hier zo, dat lichtblauw gekleurde is het tandbeen. En aan de bovenkant is dat tandbeen beschermd door het glazuur. En het glazuur is een heel harde stof en dat beschermt je tand. En dat glazuur is ook een van de redenen dat je je tanden juist ook heel goed moet poetsen. Want als je etensresten op je tanden laat zitten en daar gaan vervolgens bacteriën op groeien. Die bacteriën die scheiden een soort van zurige stof uit. Daar kan je tandglazuur van beschadigen. Het kan ook zijn dat er tandsteen ontstaat. En tandsteen is een soort verhard tandplak. En dat betekent dus dat je tand dus kunnen beschadigen op het moment dat je ze niet goed schoonhoudt. En dat is dat glazuur dat eigenlijk wel heel hard is. Dat dan toch, dat kan dan toch kapot gaan. En dan vervolgens heb je zo'n gaatje en moet dat gemaakt worden. Nou, dan zie je hier een voorbeeld van één tand, maar er zijn natuurlijk verschillende soorten tanden. Je hebt voortanden, je hebt de hoektanden, die zijn vaak wat puntiger. Je hebt de kiezen, die zijn meer om te malen, zijn wat plattere tanden. En die tanden, dat is ook iets wat de verschillende soorten eters, planteneters, vleeseters, alleseters, daar zitten wat verschillen in. Kijk als eerste naar de planteneters. Kenmerken voor een planteneter is dat hij een lang darmkanaal heeft. Wat is het namelijk met plantaardig voedsel? Dat is best wel lastig te verteren. En met name dat stukje van die celwanden van alle plantaardige eten kost nogal wat moeite om te verteren. Dus om dat goed te kunnen doen moet je darmkanaal wel heel lang zijn, zodat dat voedsel er langer in zit om het goed te kunnen verteren. Kijk ook bijvoorbeeld maar eens naar een koe. Bijvoorbeeld is een herkauw, die heeft meerdere magen zelfs. Dat is een planteneter, die eet gras, dat komt in een maag terecht. Nou, vervolgens dan moet hij dat herkauwen, komt het dus weer in zijn mond terecht. Dus het is een heel uitvoerig proces om plantaardig materiaal te kunnen verteren. Ze hebben veel snijtanden. Ja, aan de voorkant van je gebit zitten de snijtanden. Ook logisch, want als je bijvoorbeeld gras of bladeren moet afhappen ergens van, is het handig als jij snijtanden hebt. Ze hebben geen of hele kleine hoektanden. En vervolgens hebben ze ook plooikies. En dan zie je hier op de afbeelding zie je een plooikies. En dat zijn echt van die kiezen waar heel mooi dat plantaardig materiaal tussen vermalen kan worden. Vergelijk je dat nu met de tanden van vleeseters. Die hebben als eerste, we beginnen met het darmkanaal. Dat is vrij kort. Omdat vlees en ander dierlijk materiaal is veel makkelijker te verteren dan plantaardig materiaal. Dus hoef je darmstelsel ook niet zo lang te zijn, omdat het makkelijker verteert. Ze hebben hele scherpe snijtanden en ook hele hoge, scherpe hoektanden. Want als je een prooi wilt beetpakken, dan moet je natuurlijk wel hoektanden hebben die dat vlees mooi doorboren, zodat je je prooi vast kan houden. Scherpe voortanden en snijtanden om ervoor te zorgen dat jij dus je vlees ook goed kan afscheuren. Knipkiezen en wat het woord al zegt, knipkiezen, daarmee kunnen ze dus heel mooi dat vlees ook afbijten. En zo zie je dus dat een gebit van een vleeseter echt enorm is ingesteld op het eten van vlees en het vangen van vlees. Je ziet ook vaak bij die hoektanden met name dat die tanden soms ook iets naar binnen gedraaid staan. Nou, dat is natuurlijk handig op het moment dat jij je prooi beetpakt en die probeert weg te komen. Dan gaan die hoektanden nog veel dieper dat vlees in en komt zo'n prooi dus echt niet weg. Dan komen we vervolgens bij de alleseters. En dat is een beetje een flauwe eigenlijk. In de zin dat het darmkanaal is van gemiddelde lengte. Oftewel, ja, het is niet lang en het is niet kort. Bijvoorbeeld wij als mensen eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Dus we hebben wel een iets langer darmkanaal nodig om al die plantaardige materialen te verteren. Maar we eten ook heel veel vlees en dat soort zaken. En dan is hij weer wat korter. Er zit er een beetje tussenin. Omdat ons menu dus ook gemixt is.
We hebben snijtanden, we hebben eigenlijk hele kleine hoektandjes, we hebben ze wel. En we hebben bobbelkiezen. En dan kun je een beetje zeggen van bij alleseters is alles een beetje gemiddeld. We hebben niet echt hele grote snijtanden, we hebben niet echt hele grote hoektanden, we hebben ze allemaal wel. Maar omdat ons menu heel erg gevarieerd is, heb je dus ook een gebit dat daarop is aangepast. Dan is hier nog de samenvatting en dan zit alweer het einde van de uitleg van basisstof 6.